Het belangrijkste is dat wij onze volledige concentratie en energie inzetten voor de wedstrijd van zaterdag. En niet bezig zijn met de wedstrijd van dinsdag, hoe mooi dat affiche ook mag zijn. Maar wij moeten natuurlijk wel 3 punten halen in Leeuwarden en dat is niet makkelijk. En daar zullen we 100% de aandacht voor nodig hebben. En niet al schuin over de schouder gaan kijken naar dinsdag. PSV wil volledige focus op de wedstrijd tegen SC Cambuur aanstaande zaterdag, voordat dinsdag het Champions League duel met Manchester United wordt afgewerkt. Philip Cocu moest afgelopen week al zijn coachingsvaardigheden uit de kast trekken om zijn spelers gefocust te krijgen op Cambuur uit. Allereerst keerden 4 zwaar teleurgestelde Oranje internationals terug op de hertgang. Oranje heeft kwalificatie voor het EK in Frankrijk niet meer in eigen hand na verliespartijen tegen IJsland en Turkije. En is nu afhankelijk van een misstap van dat laatste land, wil het in aanmerking komen voor de play-offs van het toernooi. Dinsdag komt Manchester United op bezoek in het Philips Stadion met Memphis Depay. PSV had zich geen mooier affiche kunnen wensen voor de terugkeer in de Champions League. Maar hoe leg je je spelers uit dat zaterdag eerst gewonnen moet worden van het in vergelijking met United nietige Cambuur? Benadrukken hoe belangrijk de wedstrijd van zaterdag is. Ook kijken naar de competitie, de ranglijst, wat de doelstelling is. Ja, zitten we nu natuurlijk in een positie waar alles gevraagd wordt voor de wedstrijd van zaterdag. En kunnen we het ons niet permitteren om al verder te kijken. En zo benader je eigenlijk de voorbereiding. Maar goed, dat is de theorie. Zo'n speler kun je natuurlijk niet helemaal... Nee, ja, maar dat blijft altijd de theorie. En hoe wij het overbrengen als staf zijn, ja, je hebt de spelers ook niet continu hier. Ja, dat blijft altijd... Maar merk je dat ze erover bezig zijn? Nou, dat probeer je wel scherp op te zitten als je dat waarneemt. Of je hoort het in de kleedkamer of op het veld. Dat is zeker niet het geval geweest. Vandaar dat ik ook zei dat ik heb het gevoel dat die focus wel goed op de wedstrijd zit. Adam Maher zal ontbreken in Friesland. De middenvelder liep deze week een lichte blessure op aan zijn been. Maar geeft zelf aan wel op tijd fit te zijn voor de wedstrijd tegen Manchester. Cambuur PSV begint zaterdag om 9:15.